Zoals jullie zien heb ik mijn rugzakje ingeruild voor een Crusader, de grote rugzak. Iets meer gewicht, iets meer meenemen. Vandaag ben ik wederom terug bij het 15e RCA in Doorn. Goedemorgen, corporaal. Goedemorgen. Hoeveel klik gaan we marsen vandaag? We gaan 20 kilometer gaan we marsen en dan zullen we om nabij 4 uur over doen. Ik begreep dat we vandaag iets andere kisten aantrekken dan de vorige keer. Klopt, de vorige keer zijn we weer speedmarsen. Vandaag gaan we marsen. Tijdens speedmarsen heb je iets flexibele schoenen aan. Tijdens marsen willen we voor de stevige ondergrond stevige kisten aan. We hebben daar een aantal kisten staan, dus ik ga je meenemen en ga ze ook je laten zien. Fijn, top. Dus soms zien jullie een viertal aantal kisten staan. Het zijn niet alle kisten die we bij de mariniers gebruiken. We gaan het even hebben over de diverse kisten. Corporaal, op rechts zien we de jungle kist staan. Waar gebruiken we die? Ja, wat we hier zien is de jungle kist. Wat je ziet dat het een flexibele schoen is. En ook ventilerend. Zoals in Belize is dit een ideale schoen die we gebruiken. Dan hebben we hier de desert kist. De desert kist gebruiken we voornamelijk ook in Irak, in uitzendgebieden waar wij ook desert kleding dragen. Ook deze is ventilerend, je ziet hier ook de ventilatiepunten. Hier is gewoon van stof, droogt super snel, maar tegelijkertijd, zoals je ziet vergeleken met de jungle kist, is deze een stuk steviger. Dus ook in glooiend terrein is dit een ideale kist. Wat we hier zien is voornamelijk een allround schoen. Mocht je jezelf willen trainen voor een opleiding, dan zou je deze kunnen aanschaffen. Het is een categorie B-schoen. Voornamelijk stevig bij de hak en ook een stevige schoen. En datzelfde als de Loa, is eigenlijk ook een type B-schoen. Het is ook een hele prettige schoen om jezelf te trainen. Tot slot hebben we hier de bergkist, die veel gebruikt wordt in de bergen. Tijdens de bergtraining bijvoorbeeld. Stevige kist, waardoor je je enkels niet zomaar verswikt. Heeft een hoge rubberen rand, waardoor die ook waterproof is eigenlijk. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Veel beter dan de jungle boot. Erg stevig ook, dus in glooiend terrein is dat ideaal. Straks gaan we in Nederland marsen. Gaan we deze kist gebruiken. Nee, wat voor dit terrein in Utrecht voornamelijk prettig is, zijn de Loa's. Zoals je hier kan zien. Of deze kisten die de meeste jongens hebben. Dus die gaan we straks ook gebruiken tijdens marsen. Als we klaar zijn, gaan we ze aantrekken en dan gaan we er vandoor. Goede keuze gemaakt is. Zeker, heb je goed gedaan. Dan gaan we er vandoor. Yes, let's go. Een minuut, mannen. Een aantal kilometer verder alweer. Het gewicht begint wat meer te hangen. Klopt. Hoeveel kilometer hebben we ongeveer bij ons vandaag? Vandaag hebben we ongeveer 25 kilo bij ons. Ja. In onze rugzak. Het kan variëren tussen de 25, 30, 35 kilo ongeveer. Hangt af van waar we opereren, welk land en wat de oefening is en wat de opdracht is. Dus het kan wel weer verschillen qua gewicht. Ik hoor de kijker nu al denken, gaan wij daar ook mee beginnen als wij in de opleiding zitten? Is dat ook het geval? Nee, zeker niet. In de opleiding begin je met een mars van 5 kilometer. En het zou ook twee lijns kunnen zijn, dus met een kleine rugzakje. Uiteindelijk ga je het opbouwen tot een afstand van 25 kilometer met om en nabij 25 kilo in je rugzak. Dus ze hoeft niet al als volwaardig marinier 35 kilo te kunnen dragen als ze de poort voor deze keer binnenkomen. Nee, zeker niet. Het is meer belangrijk dat ze in ieder geval genoeg meters in de benen hebben en dat de kisten goed zijn ingelopen. Dat is belangrijker. Dan gaan wij nog even een stukje door. Top! En hou je het nog een beetje vol? Zeker. Goeie zaak. Lang geleden, maar wel weer even lekker ook. Nou, mooi. Je moet het ook continu blijven doen. Volgens mij hebben we bijna de 10 minuten gestopt, dus dan kunnen we weer even uitrusten. Dat is correct. Okay, we hebben 60 minuten gelopen, dus we pakken hier een 10 minuten stop. Lekker. Die 10 minuten stop is ingegaan. Ik zie de mannen al druk achter mij bezig. Wat houdt de 10 minuten stop precies in?
Ja, het is eigenlijk een rustmoment voor de mannen. Belangrijk is dat ze de warmte bij zich houden, vandaar dat ze nu de Gore-Tex aantrekken. Tevens bij je in Noorwegen zouden ook kunnen kiezen om de warme top eronder nog aan te trekken, maar nu hoeft dat niet. Straks gaan ze ook zoete warme drank drinken, zodat ze ook nog eens vocht binnenkrijgen en een bodycheck uitvoeren om te kijken hoe het met elkaar gaat. Super. We zitten hier nu non-tactisch natuurlijk, dus vandaar een iets andere setting dan operationeel. Maar ik denk dat wij ook snel een theetje moeten gaan drinken voordat de tijd alweer om is. Gaan we zeker doen. Top. Yes, 2 minuten. Een minuut. Heren, bedankt. Yes. Tot de volgende. Sure. Dit was het video over het marsen. Zij gaan nu naar de kazerne. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. Mocht je nou meer willen zien van mij, dan kun je me volgen op Instagram. @marinier.lifestyle. En dan zie ik jullie bij de volgende.